In deze aflevering van Haven TV zien we Gent als middelgrote haven op het kruispunt van alle vervoersmogelijkheden in Europa. Deze ligging zorgt ervoor dat goederen en grondstoffen die per zeeschip de haven binnenkomen vlot kunnen vervoerd worden naar bedrijven en klanten in alle windstreken in Europa. De goederen worden vervoerd met binnenvaartschepen via de weg, op het spoor en zelfs via pijpleidingen. De Gentse haven is een echte multimodale haven. Misschien een moeilijk woord, maar wat bedoelen we daarmee? Dat we niet mikken op alleen zeevaart, dat we niet mikken op alleen binnenvaart, maar dat we echt denken dat de combinatie zeevaart, binnenvaart, trein en ook nog altijd natransport per truck, dat je daar zo'n duurzaam mogelijke combinatie in maakt en dat dat de rol is van een haven. Via tal van rivieren en kanalen sluit Gent mooi aan op het Europese netwerk van binnenwateren. Ook de ringvaart rond Gent maakt daar deel van uit. Zo is Gent verbonden met Noord-Frankrijk tot zelfs Parijs en met het Europese binnenvaartnet van de Rijn, de Main en de Donau, zelfs tot aan de Zwarte Zee. Net buiten de haven in Evergem ligt de grootste binnenvaartsluis van Vlaanderen. Vandaag is die binnenvaart al heel belangrijk. 45% van onze natransporten vandaag, die gebeuren al door de binnenvaart. En onze ambitie is op dat vlak nog sterker. We proberen dat naar 50% te krijgen. In de Gentse haven komen tal van goederen binnen, zoals ertsen, bouwmaterialen en verschillende voedingsproducten, maar ook afgewerkte producten zoals bijvoorbeeld auto's. Die verschillende goederen worden op hun beurt via trein of vrachttransport over heel België en de rest van Europa verdeeld. Wij zijn sinds jaren dag aanwezig in de Gentse haven als goederenbehandelaar. Dus dit betekent dat wij vanuit de zeeschepen, binnenschepen en andere vervoermodi goederen lossen op kaai of onder loods om daarna een verdere distributie over gans Europa te organiseren. Stukwerkers is een van de bedrijven in de Gentse haven die instaan voor het lossen van de schepen, ook wel stouwers genoemd. Het bedrijf werkt al in de Gentse haven sinds 1338, toen nog aan de Graslei, en staat in voor heel wat goederenvervoer. We spreken over staal, we spreken over rollenpapier, gezaagd hout, papierdeeg, we spreken over containers, we spreken over wagens, windmolenwieken, noem eigenlijk maar op. Goederen of grondstoffen die de haven binnenkomen kunnen ook per trein worden afgevoerd. In de Gentse haven zijn de kaaien met sporen uitgerust. In totaal ligt er 220 kilometer spoor in de haven. Gent is via het centraal gelegen rangeerstation Gent Zeehaven meteen aangesloten op het Europese spoornetwerk. Het rangeerstation is de draaischijf voor het spoortransport tussen de haven en alle bestemmingen in Europa. Het rangeerstation van Gent Zeehaven verzamelen we eigenlijk alle wagons die komen van onze klanten in de Gentse Zeehaven. Goederen, treinen komen toe van een beetje overal in Europa, van Zweden tot Spanje zal ik maar zeggen, die komen hier toe. En wij zorgen dan dat die wagons hier in het rangeerstation in de juiste trein terechtkomen. Het rangeerstation Gent Zeehaven is één van de vier rangeerstations van NMBS Logistics in België en verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal goederen. Je moet weten dat wij jaarlijks 3,5 miljoen ton goederen vervoeren. Dat betekent voor Gent hier dat er hier toch een 700 à 800 tal wagons per dag hier passeren. En daarmee is Gent toch wel de tweede belangrijkste rangeerstation in heel België. Het havengebied telt 140 kilometer wegen, waardoor de haven ook per truck goederen kan afvoeren. Gent ligt immers op de kruising van drie belangrijke Europese snelwegen, E40, E17 en E34. Gent is dan ook per truck vlot bereikbaar, van Scandinavië tot in Spanje, van het Verenigd Koninkrijk tot Rusland. De R4 ringweg rond het havengebied vormt de verbinding met die drie snelwegen. En om het plaatje helemaal volledig te maken, sluit de Gentse haven ook aan op het Europese netwerk van pijpleidingen. Zo gaat er bijvoorbeeld brandstof van vliegtuigen rechtstreeks van de haven van Gent ondergronds naar de luchthaven van Zaventem. Ik ben Guido de Knijf. Ik werk sedert een tiental jaar bij transportfirma Mervilde. Ik werk hier als chauffeur en wij zijn vooral gespecialiseerd in tankvervoer. Mijn dag begint meestal hier op het terrein van transport Mervilde. Ik neem meestal een geladen tankwagen of een lege tankwagen.
mee en ik ga daar mee naar de klant. Ofwel ga ik daar gaan lossen, ofwel ga ik daar, als het met een lege tankwagen is, gaan laden. Het leven in de cabine, dat is natuurlijk een gewoonte. Ik werk nu 25 jaar in de transportsector, dus ik ben dat echt gewoon. En ook de vrachtwagens, de laatste jaren zijn echt een luxe omgeving geworden om te werken. Hè. Het is een fiere haven, maar het is ook een haven op mensenmaat. Hè, waar dat er veel te doen is, maar dat nog op een heel aangename manier te werken valt. Maar ook met de mensen die ons moeten laden of lossen. Hè. Het Huis der Vrije Schippers op de Graslei is sinds kort eigendom van het havenbedrijf Gent. De bedoeling is om het historisch pand uit 1531 op te knappen en open te stellen voor het publiek. Het havenbedrijf wil dat het huis een uithangbord wordt voor de haven. Zo zullen er tentoonstellingen plaatsvinden en kunnen er ook gasten ontvangen worden. De renovatie moet klaar zijn eind 2014. Het pand kwam te koop en het idee is gereid binnen het managementteam van de Gentse haven. Ja, zouden we dat niet doen? Het is mooi, het ligt op de Graslei, het gaat terug naar de geschiedenis. En het is het huis van de Vrije Schippers, wat natuurlijk symbolisch een prachtig verhaal is. En ik denk dat in deze het plaatje ook rond is. En tegelijkertijd geven we ook een stukje erfgoed, een mooi stuk erfgoed, terug aan het publiek.